toen Daniel 12 was en in de brugklas zat, toen was het een heel klein jongetje. En toen stond hij in zijn eentje voor al zijn schoolkameraden op het podium met een stem die nog niet de baard in de keel had, solo te zingen op de muziekavond. En omdat hij gewoon wilde laten zien van dit ben ik, dit kan ik. Ja. De paden op, ja. De lanen in. En zingen. Dani. Daniel, graag. Hey, wat ga je doen? Ik ga zingen. En wat ga je zingen? Oh, ik ga zingen Big Blue Dress van Cranius. Begin maar. I've been kicking ass since the dawn of time. I'm just the killing man that reached my killing prime. I burn and I plunder as it suits my desire. Weapon of my choice, were you thinking on that day? When you conjured up for a man like me? Voor mij mag je stoppen. Hey, zo. Daar hebben we die meneer weer. Ja, we hebben die meneer weer. Wat wilt u van mij? Nou, laten we even samen Daniel opwachten, hè? Ja, gezellig. Is het zover? Zullen we een rondje maken? Dat is niet nodig. Nee, ik denk dat niemand blij werd hiervan. Dankjewel hoor, Daniel. Ja, ook bedankt. Dankjewel. Fijne dag. Gordon is er niet over begonnen trouwens. Hij wist het volgens mij niet meer. Nee, dat is goed. Van het telefoongesprek. Dat vind ik wel heel verstandig. Gordon die kapte me halverwege al af. Die zei dat het niet was wat we zochten. Oh, ik zie bekende schoenen. Ik zie een broek. Wat is Gordon een zeikert, hè? Ja, wat heeft hij gezegd? Hij kapte me halverwege het eerste couplet al af en zei stop maar, dit is niet wat we zoeken. Nou, was toch mooi, lekker rustig. Vind ik eigenlijk heel jammer, want het ging voor mij meer om de muziek. Want de muziek die ik zong was goed. Alleen ja, de teksten moet je dan niet helemaal op letten op dat moment. Ik wil naar huis. Je wil naar huis? Naar de Smurfen? Nee, helder. Ik wil naar de Smurfen. Nee. U weet dat de Smurfen niet meer door een waterkraan kunnen, hè? Waarom niet? Omdat vader Abraham ze groot heeft gemaakt.